Goedemorgen, het is weer tijd voor een nieuwe Vlogmas en het is vandaag woensdag 20 december. Ik maak heel eventjes mijn gezicht een beetje schoon en ik ben echt heel erg toe aan een kop koffie. Dus laat ik die maar meteen gaan zetten. En gisteren ben ik trouwens helemaal niet echt goed gaan bijslapen of ik ben niet op tijd gaan slapen, want uiteindelijk ben ik tot heel laat nog gaan editen zodat ik de vlog af had. Dus ja, ik ben nog steeds heel erg moe, maar dit gaat het hopelijk helpen. Of verhelpen had ik eigenlijk moeten zeggen. Nou, de vlog die is nu aan het uploaden. Die van gisteren, zeg maar. Ik ga me straks eventjes aankleden en dan ga ik eventjes naar Larissa toe dit keer. Waarom word je nou deze blurry? Nou, ziekjes voel ik me niet heel erg meer, maar ik zit helemaal vast. Ik heb gewoon heel erg hoofdpijn overal. Dus ik heb het idee dat het binnen nu en een paar dagen allemaal uitgestroomd. En ik hoor het ook wel echt extra erg aan mijn stem. Ik heb natuurlijk altijd al een beetje een verkouden stem. Maar ja. Dus dat. Ik ga me eventjes lekker opmaken en aankleden en dergelijke. En dan kan ik weer tegenaan. Goedemorgen iedereen. Ik ben al even wakker. En ik wil jullie eigenlijk eventjes wat laten zien. Dat zijn namelijk de foto's van onze fotoshoot die we laatst hebben gedaan. En die hebben we dus ontvangen. En ik ben ermee bezig geweest om ze even in het artikel te zetten. En ze zijn echt super leuk geworden. Dus ik dacht ik ga er even een paar aan jullie laten zien. Oh ja, en ik heb momenteel hier nog even mijn ontbijt staan. Want ik heb het gewoon even meegenomen. Ik dacht dat is makkelijker of zo. Anyways, ik zal jullie even wat foto's laten zien. Deze vind ik bijvoorbeeld echt super leuk geworden. Als je eventjes wil focussen. Hello. Nee, hebben we er geen zin in? Oké, dit is een soort van gefocust. Deze vind ik echt heel erg leuk. Deze zijn ook super Christmassy geworden. Met die bruine derped achtergrond en die rode details. Ik vind deze ook echt super gaaf. Ik ga deze gebruiken voor mijn Instagram account. Want ik vond hem echt gewoon heel erg leuk hoe je ons zeg maar zo ziet kijken. En als laatste vind ik deze bijvoorbeeld ook wel echt super tof. Het was een soort van kleine draaimolen op het neuden is dit trouwens. En die lampjes daarvan op de achtergrond zijn wel echt heel erg tof. Het was heel donker, dus het was wel lastig om deze foto te maken. Maar moet je kijken hoe feestelijk dit eruit ziet. Ik ben er echt heel blij mee. Ik ga nog even een paar dingetjes afronden en dan ga ik even onder de douche springen. Mijn haar is wat sneller vet geworden. Of wacht, misschien hoeft het nog niet. Misschien kan ik het nog een dag uitstellen. Want ik heb zeg maar 2 dagen een muts op gehad en dan wordt mijn haar toch wel wat sneller vet. Omdat ik dus gewoon waarschijnlijk, ja, dan wordt het warm of zo. En ik ben ook natuurlijk aan het fietsen geweest. Maar als ik zo kijk, misschien met wat droog shampoo. Oh, dit hoort hier. Kan ik het nog wel een dagje uitstellen? Dat wil ik wel graag. Ik zit nu op ongeveer om de 2 dagen was het. Dus niet om de dag, maar om de 2 dagen. 3 dagen heel soms. Dus dat vind ik wel echt heel erg fijn dat ik daar nu ben opgekomen. Ik heb trouwens een hele vette crème op. Vandaar dat ik echt zo ontzettend shine. Ja, ik check zo meteen eventjes weer met jullie. En dan ben ik helemaal aangekleed en gemake-upt en een beetje klaar voor de dag. Tijd voor een klein trucje. Zo. En dan nu nog mijn haar. Hoe zal ik dat gaan doen? Ik denk gewoon zo. Maar misschien dat krullen wel leuk zijn, dus zo. Nou, die zitten erin. Ging het elke dag maar zo makkelijk, hè? Maar goed, het past wel een beetje bij de magische tijden van het jaar. Want over 4 dagen is het alweer het einde van Vlogmas en kerstavond en de dag daarna kerst. Oh my god, de tijd vliegt. Nou, het is tijd om me even aan te kleden. Dus dat ga ik nu doen. Hi. Deze camera zit echt veel te laag. Dus die ga ik heel eventjes hoger zetten. Hoi Sil. Hoe is het? Gaat goed hè? Hij zat net lekker te slapen. Maar toen rookte hij mijn broodje. Want ik heb net even ontbijt gemaakt. Dus nu wilde hij mijn broodje. Maar dat is niet wat er gaat gebeuren jongen. Oké, ik ga wel gewoon op de grond zitten. Het is tijd om de kalenders te gaan doen. Dus dat gaan we dan maar even samen doen, of niet, Sil? Wat vind je van deze? Dit is Essence. Waar zit nummer 20? Waar... Ja, hier hè? Oh! Goed zo. Oké, pakken we deze. Ja, leg eens een zijt al. Nee, dat is de verkeerde, lieverd. Het is deze. Dit is een lipstickje of een lippenbalmpje. Hij ziet er heel leuk uit. Zit een koffietje op. Heet Red Ready or Not.
Het zijn matte lips. Nee, dit is niet voor katjes. Dit is niet voor katjes. Lieverd, lieverd, dit is niet voor jou. Zo ziet hij eruit. Dus dat is wel heel erg schattig. En het is volgens mij een hele mooie kleur. Gaan we nu eventjes kijken naar de andere kalender. Even kijken, nummer 20, die zit hier. En hier zit iets in van een lijn die Larissa heel erg lekker vindt. Even kijken of ik hem eruit kan krijgen. Dit is namelijk uit de Cherry Blossom line en dit is een shimmering lotion. Dus er zitten zelfs kleine glittertjes in. En dit geurtje is heel erg lekker zoet. Nou, ik ga heel veel mijn broodje eten en jullie zitten echt onwijs op te loeren. Maar dit is gewoon niet de bedoeling. Maar hij wil altijd eten wat ik heb. Tot zo. Ik zie jullie straks bij Larissa. Ik ben aangekomen bij Larissa. Hallo. We zijn op dit moment de winnaars voor de Catrice winactie aan het uitzoeken. En ja, ook van Swatches afgelopen. En we drinken verder mango thee, die heel erg lekker is. Ja, en ik heb ook nog een beetje rendang voor je bewaard. Oeh, ja. Dus dat kunnen we zo even eten en lunchen. En ik wil we willen straks even naar mams. Mama Verbon. En ik zag net deze foto. Wacht, ik wil het even laten zien. Ik zag net deze foto op Instagram. Moest eigenlijk ten eerste heel erg hard lachen, want het zijn echt super... super bolle dikke poppetjes, dikke poppetjes geworden met van die oogjes. Maar ik vind ze wel echt super mooi eruit zien. Ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe ze smaken. Dus ik hoop dat ze deze zo meteen nog even liggen en dat we die kunnen proeven. En dat het mag eigenlijk. Ja, daar heb ik ook wel zin in. Super goed gedaan, man. Ik ben benieuwd hoe ze smaken. Ik kreeg echt enorme honger en ik heb geluk, want we hebben heel veel leftovers. Dus die heb ik allemaal kunnen opwarmen. Ik heb hier lekkere bami en dat zit kip en rendang in. Gewoon lekker gemixt. Ik ga nog eventjes een eitje pellen. Doe ik die erbij en dan is dat de lekkere lunch voor vandaag. Ik hoop dat die goed is, mijn ei. Lekker zacht. Even kijken, is die goed? Oké, het is niet het meest beste eitje die ik ooit heb gemaakt. Maar hij is nog redelijk zacht en vind ik heel erg lekker. Dus ik ga nu lekker opeten en eet smakelijk. We zijn eventjes heel erg rood gekleurd omdat wij koplampen, of remlicht. Aha, remlichten in ons gezicht krijgen. Maar, want we staan op dit moment in de file. Maar we gaan straks richting onze ouders, want we gaan daar even eten. En er zijn ook allemaal pakjes gebracht die we op moeten halen. Ik kan niet wachten om Rama te zien. En volgens mij gaan we lekker hutspot eten. Dus dat vind ik ook altijd extra lekker als je dat dan bij je ouders eet of zo. Met de lekker worstjes even. Met een worst. Een worst. Een worst. Een verse worst. Wat is dit voor accent? Iets uit Twente of ja, zo? Weet ik niet. Nou, ik heb gelijk een idee voor een vlogvraag van vandaag. We hebben nog geen vlogvraag gehad, toch? Nee. Ik vraag me af of jij een accent hebt. En zo ja, wat voor accent? Weet je wel, het kan Utrecht zijn, Den Haag. Was dat Den Haag? Ja, nee, sorry. Rotterdams, Amsterdams, Zuid-Groningen hebben ze ook een opvallend accent. Laat me even weten of jij vindt dat je een accent hebt of dat je ervan weet dat je een accent hebt. En zo ja, wat het dan is. Die van ons is een accent? Beetje boers slash Utrecht. Nee. Volgens mij wel. Beetje Houtens, ja. Ja, dat bedoel ik. Daar is wel heel wat mee, ja. We zijn aangekomen in Houten. En mijn moeder staat nog wel in de keuken. Die hoor je misschien. Hier staat Tara. Mijn vader is nog niet thuis, dus die zal waarschijnlijk wel in de file staan. En ik mis ook een hele grote witte fluff. Ja, waar is die? Boven, denk ik. Ik denk het ook. We gaan eventjes op zoek naar Rama, want ik denk dat jullie hem ook wel graag willen zien. Waar ligt dat beest? En ondertussen breng ik eventjes mama in beeld, want die is nog niet in beeld gekomen. Hallo! Hallo! En mama is wortels aan het schillen voor de hutspot, die we straks gaan eten. Huh? Jullie waren net nog hier! Nee, het huis is leuk versierd, de kerstboom staat aan. Het is toch wel echt heel gezellig hoor dan, mam. Zo'n kerstboom in het midden. Ik zie daar stiekem ook al pakjes, maar ik zal er nog niet aan zitten. Je kan toch niet zien wat erin zit. Maar ik kan het wel voelen, hè? Nee, want ik was zo slim om sommige dingen in een doos te doen. Aha. En ik zie hier allemaal schuimpjes. Dus die zijn van mij? Oké. Okay. Dit is mijn eerste kerstschuimpje van dit jaar. Dit is een kraantje. Hé! Hey, ik heb je gevonden. Hallo! Oh, je bent zo mooi en zacht. Tada! Hier ben je dan. Hier ben je dan, lieve Rama. Hallo, poepie. Ik heb hem gevonden. Oh, Rami. Dan ben je toch lief en dik. Nee, fluffy. Oh my god. Dat is natuurlijk gelijk weer wassen. Kijk deze fluff. Hij is zo lief en bol. Rami, kom je zo lekker naar beneden? Ik heb net een schuimpje gegeten uit de boom. Ik heb de hele boom gemist trouwens beneden. De boom staat midden in de woonkamer en Larissa heeft hem gemist. Ik vind het knap. Waar staat hij? Serieus?
Ja, ik had hem echt helemaal gemist. Ik had ook niet schijn. Wat zo? Loop je nou tegen de tafel aan? Nee, ik wil eigenlijk een roze. Nou ja. Lekker. Dit zijn de koekjes die we dus vanmiddag lieten zien op Instagram. Het zijn suikerkoekjes, dus ze zijn waarschijnlijk wat harder een beetje. Waar zijn die? Ja. Oh, die zijn zo grappig. Ik vind die stiekem het leukst. Maar het zijn er maar twee. Oh! Daar heeft je gelijk op mijn oog valt eraf. Ik eet hem al. Hij is weer aan het knippen, een soort van. Die heeft een strikje. En deze heeft een hoedje. Echt zo leuk. Ze zijn zo lekker dik. Omdat je waarschijnlijk ook heel dik wordt van deze koekjes. Een Christmas card. Oh, je bent snel. Oh ja. Hoi lieve Larissa, fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018. Liefste Niezen. Super bedankt. Dankjewel. Hebben we ook nog een ander pakketje die we voor de hele familie hebben ontvangen. En die we pas mogen openen met kerst. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. En ik vind het echt super lief. Dankjewel. Lieve Tara, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Veel liefs van Jan, Anita en een bootje van Daisy. Oh, lief. En deze kaart is echt super cool. Oh, cool ja. Moet je het laten zien? Volgens mij is het een soort van DIY kaart. Hij beweegt zo. Dat is niet echt duidelijk. Hij is heel leuk. Hier nog een pakje van ons mediabureau. Bedankt voor de leuke samenwerking. Teamwork makes the dream work. Wij wensen jullie een geweldige 2018. Liefst het Hot Pink Team. Yay, super leuk. Dit is een custom kaart in Hot Pink. Dankjewel. Oh, dit is leuk. En ze hebben nog dit erbij gedaan. Kiss me. Chocola. Toch? Een hashtag. Lachen. Oeh, wat is dit? Ja. Leuk. Een Christmas sweater. Het staat op Merry Christmas. En dit is echt een classic. Deze is echt heel leuk. Hij is lekker warm ook. Heel dik. Super bedankt. Volgende pakketje gaan we openen. Oeh la la. Wow. Wat is dit allemaal? Er zit heel veel in. Hé, dit is Tampesta. Ecodenta Tampesta. Created by nature. Perfected by science. Vegan. Coconuts. Deze is met kokos. Oh, dat zijn weer. Oh, dat is hetzelfde merk, maar dit zijn minis. Oh, en deze heet coconut omdat er kokosolie in zit. Dus ik ga er niet vanuit dat hij dan naar kokos smaakt. Nee, het ruikt gewoon heel fris. Oh ja, hartstikke bedankt voor het opsturen. Oeh, Primark. Primark Beauty. Oké, we zijn heel van camera gewisseld, want die van Tara die viel uit. Maar we hebben hier allemaal Primark spulletjes. Dit is bijvoorbeeld een My Perfect Color Matte Foundation. Ja. En verschillende kleurtjes. En dit is de My Perfect Color Lightning Shade. Het zijn van die. Het is een product waarmee je zeg maar een foundation wat lichter of donkerder kan maken. In dit geval kan je hem dus lichter maken. Ik heb hier nog verschillende kwastjes. En deze voelt echt super zacht. Oh wauw, die is echt huge gewoon. Ik ben heel benieuwd om dit uit te proberen. Ik heb eigenlijk nog niet veel make-up van Primark geprobeerd. Nee. We hebben natuurlijk wel een tijdje geleden een hele leuke video over opgenomen. Maar de foundations heb ik nog nooit geprobeerd. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dit is een super mooie fluwelen doos. Ja, heel mooi. Heel zwaar. Wow! Kijk dan, zo schattig. Ik zal hem even optillen. Dit is een inpakdoos of zo. Kijk, dit zijn nou zeg maar accessoires om mee in te pakken. Dan hebben ze hier touw, inpakpapier in marble en in zwart. Heel cool. Heel tof gekozen. Echt, ik ruim heel veel om hoor. Oh ja, kijk, hier zitten dan allemaal labeltjes en stickertjes of niet? De Coty DIY Wrapping Station. Het is inderdaad wel een leuke wrapping station. Wat vet. Kijk, ze hebben hier voorbeelden gegeven wat je ermee, hoe je het kan inpakken. Oh, dat is heel leuk. Mega leuk. Hier heb ik allemaal extra papiertjes. Oh, die schaar is leuk. Oh, die hebben we natuurlijk al, maar... Dit is ook heel leuk, dit label. Oeh, producten van Wella. Hieronder zitten nog allemaal papiertjes. Echt heel leuk gedaan. We hebben nog wat andere pakketjes om uit te pakken. Allereerst heb ik hier een pakketje weer gekregen van Anita. Vorig jaar hebben we eigenlijk met elkaar kerstdozen uitgewisseld. En hier zit deze. En ik ga even wachten natuurlijk ook met openen totdat het kerstdag is of kerstavond. Moet ik nog even kerstavond kijken. Kerstavond misschien. Ja, dat is misschien wel leuk. Dus super bedankt Anita voor het opsturen van deze. Ik ben heel erg benieuwd wat je me hebt opgestuurd. En dan heb ik hier nog een pakje. Er staat op. Bring on the holidays. Een skin hangover kit van het merk Skin uit IJsland. Dat is heel slim. Voor na die feestdagen, na heel veel, waarschijnlijk ongezond eten en alcohol. Helps revive and restore the overworked, overstressed, depleted skin and eyes. En er zit een relief eye pen in. Eye gels, daily lotion en een start mask. Oh, heel erg leuk. Wat een leuk kitje. Ik wil nog even laten zien. En mama, heb je dit mutje gemaakt? Nee, die heb ik gekregen. Of heb ik deze op een sapje of zo van gekregen? Van die sapjes, ja. Ja, met die oude omaatjes die Ja, volgens mij hoort het bij zo'n smoothie sapje. Maar we dachten dat deze perfect zou zijn voor José. Ik ben heel benieuwd of die past. Laat me vanavond even weten of die past.
Ja. Ze gaan natuurlijk ook vloggen, dan kunnen jullie het gelijk ook zien. Zo, de hutspot ligt op het bord. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Eet smakelijk! Eet smakelijk! Oh, hallo! Hey, hey. Oh. Hallo! Mama! Hier is de camera! Kom, liefjes! Hoe is je? Ja, hij is echt net wakker. Hij sliep eigenlijk. Wat is er? Nee! Nee. Ja, hij denkt dat hij eten krijgt, denk ik. Oh, je bent zo mooi. Ik ben inmiddels omgekleed naar een kersttrui. En kijk eens wie er ook is. Hello! Fresh from New York City. Net terug. Touchdown in Nederland. Leuk, leuk. En Serena heeft ook zo'n leuk petje op, jongens. Ja, en deze die is wel in mijn maat. Want waar heb jij die van jou vandaan ook weer? AliExpress. Maar meestal zijn al die petjes veel te klein. Want ik heb best wel een wat groter hoofd. Maar deze is van de webshop Boutique 22. En die pas ik wel. Dus nice. Een nice. Groot hoofd. Hij is voor mij veel te groot, ja. Ja, echt? Is veel te groot? Mag ik hem eens op? Even kijken of hij echt heel groot is. Ja, dat zie ik nu al. Ja, die is wel echt te groot. Heb je zo groot? Ja, die is wel echt te groot. Maar mijn is niet heel veel kleiner hoor. Ik heb zo'n one size. Ja, maar die zit bij mij dan heel raar bovenop mijn hoofd. Dus dat is echt niet. Maar het zijn echt hele leuke petjes. Het is wel heel leuk. Het staat meteen super fashion. Ja, gelijk als ja, het geeft wat meer inderdaad. Ja. We zijn gewoon gezellig aan het kletsen en Serena's New York verhalen aan het horen. Vertellen. En hier zit mams en pap zit daar met lieve... Fluff. Oh. Oh, zo. Oh, ja, hij is ook wakker. Oh. Remy. Let me sleep. Oh, we beginnen gelijk aan de wasbeurt natuurlijk. Nou, we zitten weer in de auto onderweg naar huis. Of tenminste, Larissa brengt mij. Die Spaanse chauffeur. En het was echt super gezellig net. Maar het is inmiddels echt al 11 uur, hè? 11 uur? Oké. Ja, okay. Serieus 11 uur. En Serena kwam natuurlijk net ook langs. Het was gewoon heel gezellig. En we hadden de tijd niet door. Dus dat is ook een goed teken dat we dat even allemaal niet wisten. Maar dat verklaart wel waarom ik een beetje moe aan het worden ben. Het is echt wel heel leuk, want het is best wel een tijd geleden dat we echt alleen met z'n vijven waren. Ja. Zeg maar alleen met z'n vijven, gewoon geen aanhang. Dat vond ik wel heel erg gezellig. En straks op maandag wordt het natuurlijk weer met aanhang. Dus wel een leuke pre-party. Ik zou nog even kijken of het mutje past op José. Dit is José en hij is heel erg fluffy. Anyways, even kijken of die past. Moet jullie heel veel iets hoger zetten. Kijk nou. Ja! Oh, hij zit niet perfect. Even kijken. Als het maar niet je fur beschadigt, hè. Nou, dit is toch prachtig? Het is toch heerlijk om te zien. Lekker warm. Very nice. Hallo iedereen, ik ben weer thuis. En het is een beetje donker, dus ik doe eventjes deze lamp aan. En ik besefte me dat ik vandaag nog helemaal niet de adventskalender heb geopend. En waarschijnlijk hebben jullie het al wel weer gezien bij Tara, wat zij in haar Essence kalender heeft. Gaan we door naar poster nummer 20. Wat hebben we hier? Deze is echt super leuk. Moet je kijken, dit is een poster. En er staat op... The Ultimate Guide to Single Ladies, Put a Ring on It. Oh my god, die is echt zo leuk. Moet je kijken. Je ziet alle danspasjes, zeg maar. En nee, ik ga dit niet nu nadoen. Want ik kan ten eerste gewoon echt niet dansen. En dan zet ik mezelf echt enorm voor joker. Maar moet je kijken hoe ontzettend leuk deze is. Oh, ze hebben ook de teksten erbij gezet, zodat je echt mee kan zingen. Echt super leuk. Ik zal eventjes eentje wat dichterbij laten zien. Kijk dan. Dit is echt heel leuk gedaan. Nou, dat zijn dus de adventkalenders voor vandaag. Ik ga eventjes de kerstboom aandoen, want het staat alweer gezellig. En ik moet even het een en ander hier gaan opruimen. Het is nu wel 10 voor 12, maar ik wil het even graag uit de weg hebben voordat mijn vriend thuis komt en hij over alles heen gaat struikelen. Dus dat ga ik eventjes snel doen en dan spreek ik jullie zo meteen. Nou... eventjes jullie neerzetten. Ik heb inmiddels heel veel cadeautjes binnengekregen. Dus ik heb net alle pakjes uitgepakt. De producten bekeken. En dan moet ik morgen allemaal gaan inpakken. En dan heb ik eigenlijk alles in huis. Oké, dat is niet waar. Ik moet nog wel een paar cadeautjes kopen. Maar in principe alles om te geven. Dus dat is heel erg fijn. En ik heb hier ook één cadeautje die ik net even zat te bekijken. Die wat specialer is. En die vind ik wel echt super tof geworden. Dus ik kan niet wachten om alles heel mooi in te pakken en dergelijke. En ik denk dat ik nog wel... Ik moet zeg maar nog een paar kleine dingetjes erbij halen. Maar in principe heb ik wel bijna alles. Dus ik ben heel erg benieuwd wat iedereen er straks van vindt. Nou, het is inmiddels 2:55. Jullie denken misschien... Larissa, waarom slaap je nog niet? Nou, omdat ik
mezelf even de best girlfriend ever mag noemen. Nee, dat is grap, ja. Mijn vriend die had een kerstborrel of een kerstdiner in Amsterdam met zijn collega's. Hij heeft de laatste bus gemist. Echt al lang volgens mij. Ik weet niet eens wanneer de allerlaatste bus gaat. Dus had gevraagd of ik hem wilde ophalen. Dus ik heb een beetje op hem gewacht. En op zich was dat niet heel erg, want ik was ook tegelijk aan het opruimen. Alrighty, ik laat gewoon even de rest allemaal aan. En dan ga ik hem even ophalen. Ik ben gearriveerd. Zo, mijn stem. Ik weet niet waar hij is. Zo, even kijken. De trein stond eventjes stil, dus ik denk dat ik eventjes moet wachten totdat hij er is. Dus terwijl ik dat ga doen, ga ik alvast deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog weer te zien. Morgen is het alweer donderdag. De tijd gaat zo ontzettend hard. Dat is echt niet normaal. En ik weet nog niet helemaal zeker wat ik morgen ga doen. Maar ik moet eigenlijk best wel wat dingetjes gaan doen. Dus hopelijk gaat het allemaal lukken. Ik moet lekker de deur uit. En ik heb in de avond gezellig afgesproken met Jolien. Een van mijn beste vriendinnetjes. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus ik hoop dat jullie morgen weer komen kijken naar onze vlogmas. En dat jullie deze ook leuk vonden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En tot in de volgende. Nee, tot morgen natuurlijk. Doei. Doei.